de nasleep daarvan. Maar we gaan eerst naar jou, Tanja, want in Almere wordt legaal wiet geteeld. Ja, op 17 juni gaat bij koffieshop in Almere stad de vlag uit. Want vanaf die dag mag er legaal wiet worden verkocht, die ook nog eens legaal geteeld is. Koffieshop-eigenaar Bart Vollenberg die was er als de kippen bij toen er mensen werden gezocht die mee wilden doen aan een experiment om legaal cannabis te telen. En sinds een paar maanden doet hij dat in Almere. Bart krijgt heel veel aandacht van binnen- en buitenlandse media die allemaal een kijkje bij hem willen nemen. Want hij vecht al jaren voor legale teelt. Bart is niet gelukkig met de gedoogconstructie zoals hij nu is, maar hij wil wel graag softdrugs verkopen in zijn shops. Dit is gewoon een onderwerp waar heel veel mensen een mening over hebben, maar weinig mensen verstand van hebben. En ik denk dat we gaan ook het hele nieuwe kabinet uitnodigen wat er straks komt. En we gaan de hele nieuwe Kamer uitnodigen. En we hebben gelukkig al de raad gehad. De gemeenteraad van Almere heeft die gekeken. Ja, iedereen moet een beetje snappen wat hier aan de hand is, zonder het stigma erop. Ja, want het is een experiment, dus we moeten ook nog dingen leren. De essentie wat we hier nou staan te doen met elkaar is gewoon eerst kijken, kunnen we een helemaal transparante keten maken? Dus kunnen we van het start, van het zaadje of van het eerste plantje, kunnen we dan vervolgens helemaal volgen wat er met het plantje gebeurt, wat er van geoogst wordt en hoe die oogst vervolgens verwerkt wordt. Ja, een transparante keten, dus horen we hier. Ik begreep dat de VVD is eigenlijk altijd wel een beetje kritisch op dit soort proeven. Ja, een beetje veel discussie over in onze partij. Het is echt wel 50-50. Maar wat je nu ziet is dat er lopen experimenten inderdaad om het legaal aan te bieden en die keten inderdaad ook transparanter en legaal te maken eigenlijk. Mm-hmm. En ik zou ook zeggen, nou, laten we nou eerst die experimenten afwachten en zien wat eruit komt voordat we verdere stappen zetten, ofwel richting legalisering ofwel via strenger beleid. Ja, en waar bent u dan vooral benieuwd naar? Nou ja, of dat op deze manier dus het zwarte circuit buitenspel kan worden gezet. En of dat het ook tot betere gezondheidsuitkomsten leidt. Want als je weet wat je teelt, dan weet je ook dat het bijvoorbeeld niet vermengd wordt met allerlei rotzooi. Ja, en dat is ook het idee, hè? Dat het dan legaal kan, zodat je ook dat deeltje criminaliteit ook ertussen weg precies neemt. Ja. Het is grappig wat deze meneer hier zegt. Ik wil het hele nieuwe kabinet uitnodigen. Het lijkt me toch een geinig beeld. Zo al die ministers zo tussen de wietplant. We hebben nog geen idee hoeveel ministers het worden überhaupt. Dus, Nee, ik zou dan zeggen, dan lijkt me een grappig beeld zo Wilders en Jesselgus tussen de wietplanten. Maar dan weten we dat die het in ieder geval niet die wordt. Die wordt het in elk geval niet. Nee, oké. Okay. Goed, we gaan door naar de Domtoren. Want de kop van de Dom is af en dat betekent feest. Ja, als je van de A12 Utrecht inrijdt, dan zie je hem al.